het beste uit 10 jaar Schampers, waarin we terugblikken op de meest spraakmakende reportages. 6 jaar geleden leerde ik Jean van Varenberg kennen, een voorkramer in hart en nieren. Vandaag gaan we eens kijken wat er van hem geworden is. Nu Kazan. Nu. De kermis zat Jean in het bloed. Ik ben op la kermis geboren. Mama was een voorwijf. Grootmama was een voorwijf. Overmama was een voorwijf. Wat een familie, wat een plezier. Hè? Het is van de voor. Allez, roulez, roulez. Hier voelde Jean zich thuis. Hier had hij zijn vrienden. Oh la la, allez Franco, sta dan niet te treuzelen, sta niet te twijfelen, geef me de 5. Hoe is met de gezondheid? Slecht, kan een snotvallingen. Oh la la, altijd maar niezen, altijd maar snuiten. Wat een misère, wat een snotvalling. Allez, sta niet te treuzelen, sta niet te twijfelen. Pak me de zakdoek, allez, hopla! Altijd prijs, altijd gewonnen. Speciaal op ons verzoek mocht Jean plaatsnemen achter de indrukwekkende bedieningsconsole van deze duizelingwekkende sensatie uit Canada. Het is hier dat de kriebels in de buik worden gemaakt. Met de groene knoppen gaan de karren aan het dansen. Met de rode knop is de nood vrij, maar die hebben wij niet nodig natuurlijk. Allez, roulez! Een spijtig feit waar nog ik, nog een van mijn researchers op de hoogte van was. Jean bleek al heel zijn leven kleurenblind te zijn. Door één kleine vergissing van Jean van Varenberg bleven die dag 15 passagiers in de attractie ondersteboven hangen en dat meer dan 7 uur lang. Jean moest een gigantische schadevergoeding betalen en werd levenslang uit het voorkramersmilieu verbannen. Schampers Producties werd niet vervolgd. Inmiddels zijn we 6 jaar verder en zoals men wel eens zegt, in een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte, hakken, hakken, tuut, tuut. Weg zijn wij. Na het tragische incident op de kermis moest Jean werk zoeken in het burgerleven. Na een lange periode van werkeloosheid wist hij zich toch te herscholen. Hier in dit kleine station is Jean verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Zaken die hij graag naar zijn hand zet, trouwens. Meneer, excuseer, een abonnement naar Brussel, wat mag dat kosten? Prijzen, prijzen, prijzen. 1 lotje voor 1 euro, meneer. Alleen maar 5 euro, hè? Geen probleem, 5 euro, 5 lotjes. Allee, tiri, tiri. Ga er vooruit, hè. 64, 23, 38, 17. 17, altijd gewonnen, altijd prijs, meneer. Een abonnement voor Brussel met meneer nummer 17. Dames en heren, er zijn nog altijd prijzen te winnen. Een golden ringpas voor het winnende nummer 587. Dat is speciaal op ons verzoek mag Jean plaatsnemen achter de bedieningsconsole van de Belgische spoorwegen. Hier voelt hij zich heer en meester. Allez les sportifs, opgepast, oulala, roulez, roulez. En als hij in een frivole bui is, durft hij zich nog wel eens een grapje te permitteren. Deze knop is voor de trein licht vooruit en deze is voor achteruit. Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Wat een sensatie, oelala, oelé! Tot zover het verhaal van Jean van Varenberg, een voorkramer die na een zware tegenslag er weer bovenop is gekomen en nu een succesvolle carrière heeft in het burgerleven.
Oh la la, en daar is de trein. De groene knop is voor de wissel, de rode knop is voor de noodsituatie. En we maken een wissel, dames en heren, opgepast voor de supersensatie. Allee, venez, hey, hopla! Jean laat zich niet op een zijspoor zetten. Hij heeft de juiste wissel gevonden om zijn leven weer sneltreinvaart te geven. Dit was het beste uit 10 jaar Schampers.